De redactie van het Belgische tijdschrift Humo heeft erkend dat er een beoordelingsfout is gemaakt bij de publicatie van de controversiële column van Herman Brusselmans. Dit heeft de redactie vrijdagavond bekendgemaakt via een uitgebreid statement op de website van het weekblad. In het statement erkent de redactie dat de column van Brusselmans niet de meest briljante of verfijnde bijdrage is uit zijn oeuvre. Er wordt specifiek vermeld dat de tekst een zin bevat die gemakkelijk uit zijn context kan worden gehaald en verkeerd geïnterpreteerd kan worden, wat de redactie niet voldoende heeft ingeschat. De column in kwestie bevatte een passage waarin Brusselmans zijn verontwaardiging uitdrukte over het lijden van de mensen in de Gazastrook. Hij beschreef hoe het beeld van een Palestijns jongetje dat om zijn moeder vraagt, hem zo boos maakte dat hij iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen. Humau verdedigt echter de columnist door te benadrukken dat wie de volledige column leest, zal begrijpen dat Brusselmans nooit werkelijk een dergelijk geweld zou plegen. De uitspraken van Brusselmans hebben geleid tot verontwaardiging bij verschillende Joodse organisaties en een groot antiracismebureau, die juridische stappen hebben ondernomen. De Vlaamse onderzoeksrechter zal komende week de zaak in behandeling nemen om te bepalen of Brusselmans zich voor de rechter moet verantwoorden. Humo blijft vertrouwen hebben in een positieve uitkomst en gelooft dat Brusselmans niet vervolgd zal worden. Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak van zorgvuldig redactiebeleid en de complexiteit van publieke reacties op gevoelige kwesties.